Dus wat ik eigenlijk doe is alle aantekeningen van Van Ravenstein uit 1937 bekijken. Tezamen met het fotomateriaal wat door het Utrechtse archief gearchiveerd is. Om te komen tot de meest compleet mogelijke, het compleet mogelijke schaalmodel. Zo realistisch mogelijk. Als het ware beleef je het. Als ik ga tekenen beleef ik eigenlijk het wandelen binnen dat station. Kijken van hoe zit het in elkaar. Dus we gaan van het oude papier gaan we over naar CAD. Dus we integreren de oude bestekken in de CAD-tekening. En vanuit daaruit is dat de basis voor het opbouwen van het oude nieuwe station.